pakket. Wow. Ja, en over Sinterklaas gesproken, bijna gaan. Het is een soort van Sinterklaasavond, heb ik al een beetje het gevoel. Want hij is inmiddels al uit online te zien, maar op Haarlem 105 TV aankomende woensdag om 2:00 in de middag. Dan is de eerste uitzending van toch wel een hele stoere minifilm. Sinterklaas en het speciale cadeau. En een van de makers, de producent moet ik dan eigenlijk zeggen, dat is Dennis Hoevers, die is in de show. Dennis, welkom, goedemiddag. Een hele goede middag. Hey Dennis, even in het kort. Jij bent een producent, maar je bent ook enorm Sinterklaas liefhebber, hè? Ja, absoluut. Ik ben al sinds jaar en dag enorme liefhebber van het Sinterklaasfeest. En ik heb samen met vrienden, eigenlijk vrijwilligers, en die ook liefhebber zijn, een Sinterklaasfilm mogen maken. Het speciale cadeau. Ja, ik denk dat het ook wel een speciaal cadeau is, Dennis. Want als je kijkt naar het feit dat dit met vrijwilligers gemaakt is, hoe krijg je zo'n, best wel, ik heb de aftiteling gezien, het is best wel een grote club vrijwilligers. Hoe krijg je dat bij elkaar? En dat je dan ook nog eens een zo'n professionele film in elkaar kan zetten? Wat ik zeg, ik ben al sinds jaar en dag enorm Sinterklaasliefhebber. En dat gaat zelfs zover dat ik op diverse forums actief ben en ook mee heb mogen werken aan de professionele bioscoopfilms. Als figurant, als edelfigurant. 2 jaar geleden heb ik een scène mogen spelen in een Sinterklaasfilm in de bioscoop. Samen met Peter R. de Vries. Dat was echt kicken. Maar ik heb een groot netwerk in de loop der jaren aan Sinterklaasliefhebbers mogen opbouwen. En ja, in combinatie met filmers. Althans, ik heb een goede vriend van mij als Sinterklaasliefhebber. Die is ook cameraman. En samen met hem hebben we het meeste gedaan. Maar ja, hoe krijg je ze zover? Hey, wil je meedoen aan een tof project? En dat wilden ze. En dan krijg je een film van een half uur. Krijg een film van een half uur, inderdaad, ja. Ja, het gaat over Piet Paco. Piet Paco die wil zeg maar assistent hoofdpiet worden. Maar wat is Piet Paco voor een Piet? Ja, Piet Paco is eigenlijk een hele lieve, goede Piet die eigenlijk het beste wilt voor Sinterklaas en voor de Pieten. En daarom wilt hij ook assistent hoofdpiet worden. Maar helaas gaan er wat dingen mis. Zoals de mijten die hij dan in de wasmachine doet. En ja, er gekrompen uitkomt. Sinterklaas kan hem dus niet meer op zijn hoofd. In de pepernotenbeslag doet hij peper. Dus dan heb je pittige pepernoten, wat ook weer niet de bedoeling is. Dus ja, er gaat van alles mis. Maar zijn intentie is heel goed en hij bedoelt het goed. Geven we nu eigenlijk niet te veel weg aan spoilers? Nee. Nee, valt het mee? Hey, waar ik heel benieuwd naar ben, hè? Want je hebt het over, we zijn allemaal Sinterklaas-fan. Waarom niet gewoon kerst? Dat is een beetje... Ja, dat is een hele goeie. Ik denk dat het kerstfeest, dat leeft wel in Nederland. Maar ik denk dat toch een feest als Sinterklaas iets bij Nederland hoort. Cultureel erfgoed, hè? Ja, cultureel erfgoed is het ook. En ik denk dat er toch een beetje hang naar nostalgie is. En de laatste jaren gelukkig ook in een wat moderner jasje. Dus de schoorstenen die we minder hebben. Dus we hebben onze schoorsteenpieten. En het belangrijkste is wat ik vind en wil uitdragen met de film die ik gemaakt heb. Een Sinterklaasfeest voor iedereen. Ja, ik wacht nog steeds op de centrale verwarming, Pieter. Maar dat duurt nog even. Piet Paco, die heeft natuurlijk, je had het al verteld, die doet wel eens wat fout. Dus we hebben een fragmentje van Piet Paco. Ach ja, Paco. Kom binnen. Hoe vind je zelf dat het gaat? Je bent nog wel een tijdje bezig om assistent hoofdpiet te worden. En wat vind je zelf van deze gang van zaken? Ik doe ook heel erg mijn best. Alleen soms gaan de dingen gewoon niet zoals ik het zou willen. En je bedoelt dat er dan dingetjes misgaan? Zoals peper in het pepernotenbeslag. Verlanglijstjes die kwijtraken. Ja, en niet te vergeten. Dit hier. Ja, maar ik kan het allemaal uitleggen. Het was allemaal niet de bedoeling. Maar ik wilde gewoon zussen, toen zo en toen. En toen heb je de meter in de wasmachine gedaan. Ja, zo, en zo gaat dat dan, Dennis. Je zag hem al voorbij gekomen, de gekrompen mijter. De gekrompen mijter, inderdaad. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal mis. Maar hij wordt dus ook gevolgd door, of in ieder geval, hij heeft natuurlijk nog meer familie in dat kasteel zitten. Dat is namelijk Salvador en Manuela. Best wel pittige vrouwen, Piet, is dat. Ja, zeker. Ze staat haar mannetje wel.
op haar Pietje, haar, zullen we maar zeggen. Ja, die staat haar Pietje wel, inderdaad. Wat kun je over hun figuur schrijven? Manuela die is een echte streber. Zij wil het, net als Paco het wil, echt goed doen. Alleen zij doet het wat fanatieker. En zij is heel erg nieuwsgierig, want het speciale cadeau... Paco die krijgt een opdracht van Sinterklaas om een pakje weg te brengen. En zij is super nieuwsgierig, want zij vindt dat zij daarvoor had moeten gevraagd worden. En uiteindelijk wordt zij daar niet voor gevraagd. Maar ze is wel nieuwsgierig. En samen met haar vriend, beste vriend Salvador... eigenlijk een van de luilakpieten, die eigenlijk liever lui is dan moe... willen zij weten wat er in het pakje zit... Dus dan bedenken ze een plan om Paco te volgen. Ja, en dan dat doen ze dan ook met een best wel een speciale tool. Dat is de Tumtum. De Tumtum, oftewel, hoe heet het ook alweer? Luister goed, de Naarpiet Gati-systeem. Naarpiet? Nou, weet je, wat? Ze leggen het zelf uit. Oh, kijk. Dat lijkt me een goed plan. Wat is? Wat kun je daar nou weer mee? Salvador. Ja. Ik heb het nu al 3 keer uitgelegd. Maar goed, nog 1 keer dan. Dit is een Tumtum. Mm-hmm. Het is een Naarpiet-Gati-systeem. Voor als je elkaar kwijtraakt op de daken. Oh. Het is het navigatiesysteem voor elke Piet bij uitstek. Ja, maar leg eens uit. Hoe werkt zo'n Naarpiet-Gati-systeem? Weet je wat? Ik doe het wel even voor. Tumtum, wat is de juiste weg naar Paco? Sla linksaf en daarna rechtdoor, rechtdoor. En je weet zeker dat dit werkt? Wat een navigatiesysteem is inmiddels? Anders doet hij het toch niet? Kom, we gaan Paco zoeken. Ja, dus dan... Wat zoet dit. Leuk. Ja, dat is heel mooi, hè, dit. Ja, schitterend. Hoe denk je zoiets? Want ik neem aan dat je hier wel goed over na hebt gedacht aan de verhaallijnen. Hoe kom je... Want het is natuurlijk... Het moeten wel simpele verhaallijnen zijn, hè, want het blijft voor kinderen. En hoe kom je op zoiets? Ja, een hele goede vriendin van mij, Renske Jansen... die ken ik door het Sinterklaasgebeuren ook al wat jaren. En zij heeft het speciale cadeau geschreven met een andere vriend van mij, Paul Maassen. En eigenlijk was het 7 jaar geleden een theatervoorstelling in een lokale theatertje. En op basis van dat script heb ik de bewerking gedaan met hun medewerking. En zo is dat ontstaan. Want wij wilden absoluut geen boeven, geen verdwenen mijters, niet die moeilijke... Welgekrompen mijters in ieder geval. Welgekrompen mijters. En dat zeker. Maar we wilden eigenlijk ook een boodschap brengen. En de boodschap in het verhaal is... als je maar doorzet, als je maar genoeg inzet toont... Ja, dat eigenlijk alles wel goed komt. Mooi. Vanaf komende woensdag dus... Ja, hier te zien om 2 uur 's middags. Ja, super tof. En red je die 2 uur niet? Er worden meerdere uitzendingen verzorgd op ons kanaal. Maar anders kun je hem ook vinden op YouTube natuurlijk, hè, Dennis? Ja, absoluut. Op YouTube is de film ook te zien. En tot mijn verbazing voor een, ik noem het nog steeds amateurfilm... wordt hij heel goed bekeken. Bijna 9000 keer is hij inmiddels bekeken. Dus, en dat in 13 dagen. Dus ik ben ontzettend trots op het feit dat het ontzettend goed loopt. En super tof dat jullie hem ook willen uitzenden. Dennis, dankjewel. En we gaan kijken met z'n allen op woensdagmiddag 2 uur naar Haarlem 105. Dankjewel. En komt er nog een vervolg, ja of nee? Ja. Ja, top. We kijken er naar uit. Dankjewel. En tot volgende keer. Is goed. Nou, dag hoor. Dit is Amsterdam. Fleming op Haarlem 105. Gewoon Amsterdam, hè? Ja, precies.